Goedemiddag allemaal. Ik heb het boek Knielen op een bed violen gelezen. De schrijver Jan Siebelink heeft in 2005 de AKO Literatuurprijs gewonnen met dit boek. En binnen 1 jaar waren er 300.000 exemplaren verkocht. Het boek is een naoorlogse roman en is gebaseerd op het eigen leven van de schrijver Jan Siebelink. Hans' karakter. Hans is de hoofdrolspeler eigenlijk. En is een vriendelijke en tedere man die verder in het verhaal steeds strengere gelovige wordt. Vroeger keek hij nog vol smacht naar zijn vrouw Margje, maar jaren later heeft hij nog vooral ogen voor God en het geloof. Hans is een echte binnenvetter die af en toe een woedeuitbarsting heeft. Samenvatting. Hans' zijn eerste baan was op een kwekerij in Den Haag, waar hij Jozef ontmoette. Jozef was net zoals Hans ook een gelovige. Later verhuisde Hans naar Arnhem met zijn Margje en zij openden daar hun eigen kwekerij. Een paar jaar later stond Jozef onverwachts voor de deur en vanaf dat moment waren ze min of meer vrienden. Jozef nam Hans mee naar een prediker die Huub Steffen heette. Hans raakte langzamerhand in een bam van het geloof. Hans had op een dag God in een visioen gezien en hij begon de manier van geloof zoals Jozef en Huub dat deden over te nemen. En dit betekende dat Hans wilde dat zijn geloof of dat zijn gezin niet meer naar een gewone kerk zouden gaan. De kerk zou de gehele waarheid van het geloof niet meer verkondigen, volgens de mannen. Hans begon elke zondag, of hij begon zelf elke zondag met het voorlezen van preken. En hij ging steeds vaker weg naar zogenoemde diensten. Dit ging ten koste van zijn gezin. Alleen zag Hans dit niet zo. Hans sloot zich meer en meer af voor zijn gezin. De thema's die in dit boek naar voren komen zijn geloof en onvoorwaardelijke liefde. Margje blijft namelijk onvoorwaardelijk van Hans houden, ondanks dat zij niks van liefde of aandacht van hem terugkrijgt. Een van de motieven die vaak terugkomt in het boek is een bed van violen, vandaar ook de titel Knielen op een bed violen. Telkens wanneer Hans er doorheen zat, knielde hij op een bed van violen om te tuinieren, wat zijn grootste passie was, en te bidden. En dan heb ik een quote van Lightcom. Schrijver Jan Siebelink wilde nog 1 keer het verhaal vertellen van zijn jeugd. Dat werd getekend door het zwarte Calvinisme waartoe zijn vader zich bekeerde. Mijn mening. Ik vond Knielen op een bed van violen niet zo'n leuk boek. Het staat namelijk ver van mij vandaan, ondanks dat ik zelf ook geloof. Maar naar mijn mening moet het geloofje en God je juist niet van mensen afzonderen, maar moet je juist meer in contact laten brengen met andere mensen. Ik raad het boek wel aan om te lezen, omdat je het gelezen moet hebben. Ik vond het zelf dus geen leuk boek, maar ik ben wel blij dat ik het gelezen heb. Het is een waar gebeurd verhaal en het heeft zich rondom Arnhem afgespeeld. En ik begrijp nu waarom sommige mensen zo getraumatiseerd zijn geraakt door het geloof. Want als je een vader hebt zoals Hans was, iemand die door zijn geloof zich afsluit voor zijn familie, dan hou je geen goede herinneringen over aan het geloof. Het boek is geschreven met veel lange zinnen en komma's. Het boek is echter niet moeilijk te lezen. Dus wanneer je meer te weten wilt komen over het geloof met betrekking tot de liefde, dan moet je dit boek lezen. Dankjewel. Hans, niet toe. Ik heb geen keus. Natuurlijk heb jij een keus, Hans. In mij is de vreugdevolle opwelling alles te geven. Als ik deze weg ga, ik wil haar niet kwijt.